In deze how-to-film laat ik jullie een balayagetechniek zien. Die balayagetechniek is een air-touch balayage. Dus als jullie nieuwsgierig zijn, blijf dan vooral kijken. Demi heeft op één lengte haar. En zodra ik dus ga werken met een balayage, vind ik dat het mooiste in gelaagd haar. Dan kom je kleur ook beter tot z'n recht. Dus wat ga ik eerst doen? Ik ga het eerst met een snelle snijtechniek ga ik de gelaagdheid aanbrengen. En daarna krijgen jullie de kleurtechniek te zien. Dus zijn jullie nieuwsgierig? Blijf dan lekker kijken. Demi heeft prachtig mooi lang haar, wat ik net ook al zei. Maar als je het geknipt hebt en gekleurd, komt dit eruit. Een prachtig mooi resultaat. En wat hebben we toch een power in onze handen als kapper zijnde. Want Demi is al een heel mooi meisje, maar wanneer dat de airtouch balayage erin zit en de gelaagdheid erin gesneden, komt dit eruit. Prachtig toch? Het haar is gewassen en ik maak de afdeling. Ik deel eerst een ponypartij af. En vanuit daar ga ik de eerste laag ga ik bepalen. De eerste laag die je gaat snijden, dat is ook tevens de kortste laag. Dus vertel dit ook tegen je klant dat van de eerste lok de meeste lengte eraf gaat. Wanneer ik het ga snijden, ga ik ervoor staan. Ik projecteer al het haar naar voren. Mijn snijbeweging is op ongeveer 3 centimeter en zorg ervoor dat je druk op je mes gelijk is. Dat het niet aan de linkerkant korter wordt dan aan de rechterkant. Wanneer ik dan de eerste lengte heb bepaald, maak ik een scheiding daarachter van ongeveer 2-3 centimeter daarachter. Hier kunnen jullie het ook zien, het is tot bovenaan aan het oor en dit doe ik aan beide kanten. Vanuit daar, als allebei de scheidingen er op gelijke hoogte erin zitten, kam ik het haar allemaal naar voren. Het gaat dan in het middelste stuk naar een vaste gidslijn. Dat zien jullie hier ook. Doordat ik alles naar voren kam en aansluit op de vaste gidslijn, krijg ik al gelijk een langere laag daarachter. Want de afstand tot mijn vaste gidslijn is verder weg. De zijkant kam ik diagonaal voorwaarts en maak de aansluiting met de laag van de ponypartij. Mijn snijbeweging laat ik afglijden naar beneden om lengte over te houden. Ik blijf aan de voorzijde staan. Nu is mijn lichaam hier ga ik er weer wel voor staan. Maar ik moet natuurlijk altijd rekening houden met mijn camera. Maar als je dus dit in de salon doet, draai je klant van de spiegel af en ga ervoor staan. Dat is het makkelijkste voor jezelf om te werken. Maar op deze manier maak ik een mooie ronde gelaagdheid in het gezicht. Ik maak weer een rechte scheiding, ongeveer 3 centimeter achter mijn vorige scheiding. En ook nu weer het bovenste gedeelte kam ik helemaal naar voren. Dan werk ik met een vaste gidslijn. De afstand wordt steeds verder tot mijn vaste gidslijn, dus ik weet dat mijn gelaagdheid aan de achterkant langer wordt. Ik zoek mijn gidslijn op en nu ook weer ongeveer op 3 centimeter met een gelijke druk met je mes de lengte eraf snijden. Waarom doe ik dat? Dan loopt je punt van het haar heel mooi soft in het gezicht uit. Dus je krijgt geen harde lijnen, alle lagen vloeien mooi in elkaar door. Ook aan de zijpartij weer diagonaal voorwaarts projecteren en in de ronding afsnijden. Check bij elke passé of je gelaagdheid en de lengte aan de onderkant hetzelfde is, want dan kan je je eigen nog corrigeren. Mijn volgende afdeling is een horizontale lijn onder de kruinpartij. Ook dit gedeelte kam ik naar voren. Dus goed naar voren kammen en nu kan je ook zien dat het belangrijk is dat het haar gewassen is. Ik wil het overal gelijk vochtig hebben, ik wil het goed door kunnen kammen, dat ik niet aan het knopen ben en met een waterspuitje constant aan het spuiten ben. De afstand ook nu weer wordt steeds verder naar je vaste gidslijn, dus aan de achterzijde worden de lagen steeds langer. Dus in het gezicht en bovenop krijg je een wat kortere gelaagdheid. Naar achteren toe krijg je een langere gelaagdheid. Het voordeel van deze laagjes is dat je aan de onderzijde een mooie hoeveelheid haar overhoudt. En dat je niet van die hele dunne stukken aan de onderkant krijgt. Nou, wanneer ik dat dan gedaan heb, verdeel ik het achterhoofd in 2 vlakken. Ik maak een scheiding op het achterhoofd en diagonaal voorwaarts kam ik het dan naar voren. En sluit dan aan de onderkant, sluit ik het weer aan. Als ik deze techniek in de kapsalon gebruik en het haar is gewassen en ik werk met een nieuw mesje, heb ik in 10 minuten deze kniplijn erin zitten. Een hele snelle, duidelijke kniplijn met een heel mooi eindresultaat.
Wanneer ik dan alles naar voren heb geprojecteerd en alles heb aangesloten, dan kan ik het zo dadelijk nog wel eventjes naar achteren om te kijken van oké, is de lengte zo goed of zou het er eventueel nog wat extra's af kunnen. Maar ik kan nu alles naar achteren, dan wordt het voor mijn model wordt het dan ook duidelijk de lijn. En nou, vanuit hier was ze er al helemaal happy mee, want je kan al zien, ze krijgt veel meer beweging en volume in het haar. Ik draai de kapmantel om, want ik vind altijd de opening aan de achterkant van de kapmantel zit me altijd in de weg. Nou, nu zie ik dat ik nog echt wel een paar centimeter aan de onderkant eraf wil halen. Met een gelijke druk op mijn mes, ook nu weer op een snijvlak van 3 centimeter, sluit ik het mooi aan. Ik ga de onderkant niet knippen, ik wil geen botte lijn hier hebben, want dan ja, zou het haak staan op mijn gelaagdheid, op de zachtheid. Dus ook aan de onderkant snij ik het in één keer af. Ik hoef het niet meer af te delen door alle laagjes die erin zitten. Nadat ik het haar gedroogd heb, verdeel ik het af in 6 vlakken zoals ik het hier laat zien. Dit is gewoon een systematisch systeem dat je kan gebruiken voor je AirTouch balayage. Ik begin aan de zijpartij en zoals je nu kan zien met mijn föhn blaas ik op de harde stand, blaas ik er wat haren tussenuit. Dit kan je niet met je puntkam bereiken of met een baby highlight. Dit eindresultaat is zo mooi zacht en soft door de haartjes die je eruit blaast. Nou, ik gebruik van Kiss de Snow White en die gebruik ik met 9%. Demi heeft heel sterk haar en hierdoor kan ik er met een wat hoger percentage kan ik werken. Het is zelfs zo dat Demi de haar nog nooit gekleurd is. Ik laat hem een beetje uitwazen naar de uitgroei. Ik klap mijn folie dicht en op deze manier ga ik elke passé met mijn föhn ga ik blazen. En die laat ik jullie nog wel een aantal keer zien, hoor, dat jullie goed kunnen zien hoe dat de techniek echt werkt. Nou, het zat een klein beetje op het gezicht, even eraf halen en door naar de volgende passé. Mijn passés zijn ongeveer 2 centimeter. Dat zien jullie hier ook. Ik gebruik rechte horizontale scheidingen. Ik hou hem vast tussen mijn vingers, want ik wil wel dat de gehele punt, dat daar haar blijft zitten. En dan op 15 centimeter zet ik een föhn erbovenop met mijn harde wind. Een plankje eronder met mijn folie, want dan kan ik de kleur kan ik gewoon goed kan ik erin drukken. Nou, in de punt zet ik hem echt goed vol. Ik draai mijn kwast naar boven en ik laat hem uitwazen naar de uitgroei toe. Nou, dan vanuit hier ook weer je folietje dichtklappen. En als je dus nog een spotje ziet, net zoals ik net liet zien, even met de vinger eroverheen, dat je een hele mooie zacht verloopje naar de aanzet toe krijgt. En later, als dan het haar helemaal klaar is en het is gewassen en gedroogd, dan die natuurharen die ik eruit heb geföhnd, die zorgen voor een hele mooie zachte blending. Wat je ook, wat ik net al zei, wat je niet met je puntkam kan verkrijgen. Nou, ik heb nu Lotte die mij helpt. Dan gaat het ietsje sneller, deze techniek, als je die gaat gebruiken in de salon. Maar misschien ben je wel alleen dat je deze techniek in het haar wil zetten. En dan zou ik het advies geven, als je dan het haar eruit hebt geföhnd, zet dat haar dan vast met een klem in je onderste folie, gewoon erbovenop. Dan kan je makkelijker je plankje ertussen schuiven. Nou, ik blijf dus ongeveer een paar centimeter nu van de hoofdhuid af, want ik wil wel nog dat balayage gevoel wil ik erin hebben. Maar zou je willen, dan kan je hem ook helemaal tot de aanzet zetten. Wanneer ik dan de 2 zijpartijen erin heb zitten, want aan de andere kant heb ik exact hetzelfde gedaan, dan begin ik in de nekpartij. Ik blijf doorgaan met mijn afdelingen van 2 centimeter. Mijn föhn op de harde stand, ongeveer 15 centimeter, ga je er een paar keer overheen, dat je heel mooi zacht die haartjes ertussen uitblaast. Nou, ik smeer dus al mijn Kiss Snow White op mijn folie, dat ik ook aan de onderkant al blondeer heb zitten van mijn passé, want ik kan namelijk niet mijn passé omdraaien. Dat gaat heel moeilijk, dan ben je aan het knoeien. Dus smeer alvast wat blondeer op je folie, dat je ook aan de onderkant goed de kleur hebt zitten. En op die manier ga je systematisch naar boven, ga je te werk. Kijk ook altijd naar het haar van de klant, naar de kwaliteit en de kleur waar je naartoe wil, welke waterstofperoxide dat je gaat kiezen. Kijk, ik heb dus nu gekozen voor 9%, want ik weet gewoon, ik heb met natuurhaar te maken. Demi wil het echt een heel licht eindresultaat willen we bereiken. Dus dan met mijn 9 kan ik het heel goed doen. Door de warmte van mijn folie weet ik ook dat ik wat lichter ga komen.
Je kan er ook voor kiezen om wat lagere percentage peroxide te gebruiken. Ik zelf zou niet het advies geven om 12% te doen. Want in een folie 12%, je wil wel een kwaliteit van haar wil je overhouden. Wat je ook nog zou kunnen doen is een No Yellow Pro Booster eraan toevoegen. Vooral als je vanaf een kleurhoogte 6 en donkerder werkt, dan zit je toch wel echt met veel oranje en rood pigment zit je dan te werken. Demi zelf zit op een kleurhoogte 7, dus de Snow White met 9%. Met de Kerabond, dan moet ik er nog wel bij zeggen, dat heb ik eraan toegevoegd. Dus een plex om het haar tijdens het blonderen sterker te houden. Per dag vallen er bij de klanten 70 à 80 haren uit. Dat gebeurt bij iedereen, want je hebt namelijk om de 7 jaar heb je een complete nieuwe haarbos. Dus wanneer ik ga feunen, en dat zien jullie ook, dan komen al die kleine haartjes, en dat zijn geen afgebroken haartjes wat sommige klanten wel eens denken, dat zijn allemaal nieuwe haartjes, die blaas je ertussen uit. Dus die AirTouch balayage, die werkt voor iedereen, want iedereen heeft datzelfde proces. Hier kan je het ook nog goed zien. Met de harde wind blazen en dan zie je allemaal die kleine haartjes zie je eruit komen. En wat ik net ook al eerder aangaf, dat is niet te doen met een baby highlight. Dan krijg je toch wat meer het streepjesgevoel. Al zijn ze nog zo klein, dit is echt het meest zachte resultaat wat je kan behalen voor je balayage. Jullie zien mij heel vaak, althans als jullie mijn andere filmpjes hebben bekeken, dan zien jullie dat ik heel vaak blondeer op vochtig haar. Nou, met deze techniek is dat niet mogelijk, want zou het haar vochtig zijn en ik zet de föhn erop, dan krijg ik dus al die haartjes krijg ik er niet uitgeblazen. Dus deze techniek is op droog haar, dus let er dan wel op dat je heel vloeiend je blondeer na de aanzet toe uit laat wazen, dat hij mooi wegblendt. Dat er geen dikke spots zitten of iets dergelijks. En dat zie je mij ook vaak doen, dat ik met mijn pink, als ik denk, oh, daar zit nog een wat dikke dotje, dat ik dan met mijn pink hem heel mooi laat uitvloeien. Ik zet mijn kwastje in de tegenovergestelde richting en zacht ga ik naar boven. Pinkje eroverheen, dat hij mooi zacht uitblendt. Wat ik ook doe, en dat is ook een tip voor jullie, is dat mijn folie is altijd net wat langer als het haar. Want als ik namelijk mijn folie dichtklap, heb ik bovenop een stukje zonder blondeer. Zou ik daar blondeer op smeren op het einde, dan zie je dat hier. Dan zou ik al blondeer op die aanzet erbij opduwen en dan krijg ik nog vlekken en spots. Dus maak je folie altijd een centimeter of 5 langer dan de passé van je haar. Daar smeer je geen blondeer en als je dan je folie dichtklap, zit er geen blondeer op de aanzet. Doe je dat namelijk wel als je folie net zo lang is als het haar en je smeerblondeer op het uiteinde van die folie. Geheid krijg je vlekken aan de aanzet en dat wil je niet hebben bij geen ene techniek. Door het afdelen heb ik ook mijn techniek sneller erin zitten. Ik ga gewoon systematisch ga te werk. Ik ben aan de voorkant begonnen, want daar wil ik ook wel het lichtste eindresultaat wil ik bereiken. En je zou ook aan de achterkant natuurlijk kunnen beginnen als je daar wat lichter eindresultaat wil bereiken of dat je de voorkant wat langer mee wil geven. Maar ja, dat is maar net ook de wens van de klant. Nou, wanneer dan alles erin zit, kijk ik hem na 45 minuten na en kijk, dan zie je al hoe mooi licht dat hij is geworden. Nou, ik was het al met de Keramax shampoo. Nou, ik laat niet alles in beeld zien, maar voordat ik de toner op ga zetten, doe ik de Keraboost Infusion, zet ik erop. Met de Keramax treatment zet ik hem vast, want ik breng extra keratine in het haar. Hier zie je dat ik een beetje in een geel eindresultaat ben geëindigd, maar geen probleem. Ik ga namelijk van Kiss of van Royal Kiss de soft shades eroverheen zetten. En ik gebruik hiervoor de 09B met half 010V. Dus een beige en een violet tint gemengd bij elkaar. Hier even goed in beeld gebracht. Ik doe er de helft activator bij. Ik doe het in een flacon, want deze kleur is super makkelijk aan de wasbak aan te brengen. En zien jullie daar dat opbergsysteem? Daarachter al die flesjes, ja, mooi opgeborgen in het systeem. En ook daar kunnen jullie binnenkort een actie van verwachten, dat jullie die ook voor je salon kunnen bestellen. Nou, scheidingsgewijs breng ik de kleur aan en daarna ga ik hem doormasseren. Wanneer dan alles erin zit van mijn kleur en zorg ervoor dat je me ook goed in de nekpartij meeneemt, dan laat ik hem 20 minuten inwerken. En dan eindig ik gewoon in een heel mooi, cool eindresultaat wat ik ook wil bereiken.
Goed immerseren, dat je zeker weet dat alle kleur overal zit. En ja, wat ik ook al aangaf aan een wasbak, zorg ervoor dat je die nekpartij ook goed meeneemt. Nou, na 20 minuten, kijk eens hier, als ik dan de kleur eraf schraap, want doe dat altijd wel, want daaronder zie je precies de kleur, dan is die heel mooi cool. Ik sluit hem af met de acidic acidifier. Zeg ik dat goed? Nee, volgens mij zeg ik dat niet goed. Maar stap 4, stap 5 van KISS, die sluiten de deuren, die sluiten de schubben. En dan ga ik het mooi polijsten, het haar. En kijk toch eens wat een mooie zachte overloop van een balayage. Ik heb hem wat hoger gezet, want dat was ook mijn wens. Maar wil je hem wat lager zetten, is het natuurlijk ook mogelijk. En kijk hier. Ja, dit maakt ons beroep toch prachtig. Hoe mooi haar is dit? Ze was al mooi, ze had al mooi haar. Maar nu is het gewoon een coupe waar iedereen de hoofd voor omdraait.